Oh, dit is weer zo'n vlog. Vlog 83. Het is even iets meer filmpjes dan normaal, maar dan komt het alles zo lekker gaat en ik zo druk ben en alles. Fris worden. Het was erg druk vanochtend vandaag. Oeh, wel moe nou. Ik ga even wat muziekjes verder op een tablet, want hij is erg vol. En het gaat me super goed, super lekker. Ik heb een relaxed dagje gehad. Heel druk was ontiegelijk aan het stuiteren. Ik heb veel te veel koffie gedronken en alles. Dat is een beetje jammer. Maar voor was het allemaal prima, super goed allemaal. Maar met je moe nou en lekker Sky met haar soms ook gezellig. Maar dat is het dan prima. Ze lijken me veel. Dus dat is mooi. En ja, vanavond tijd naar bed. Bijbel lezen, even een dagboek schrijven. Dat heb ik nog niet gedaan vandaag. Geen tijd voor gehad. Dat ga ik zo meteen even doen. Dat gaat allemaal super goed, zodat ik even stil toe liep. Ik heb met de buren erbij gepraat, dat was super gezellig, super leuk. En voor ons is het dan prima. Ja, toch denk ik dat het super leuk allemaal. Ik heb al 4-5 keer gezegd. Mega druk weekend voor de boeg. We gaan gewoon door. Morgen gewoon werken als het doorgaat. Doe maar als je het beter voelt. Ik was goed ziek vandaag.
En ik ga vanavond tijd naar bed. Ik ga me clean worden van peperslavingen. Ook even zeggen. Ik heb meer gebeatboxen hier op YouTube. Was heel leuk, was super gezellig. Was wel lachen. Was heel leuk, gezellig. Moet je hem schoonmaken. Ik heb een bril al 12, 13 weken, dus het gaat ook goed, goede schik mee. Super gezellig, super leuk. Morgen sta ik bij mijn ouders. Om 6 uur ga ik naar mijn ouders toe. Concert en eten, ik heb al 4 keer verteld. Maar ik kom niet uit, het gaat allemaal super goed, super leuk. Ik ben heel blij dat mensen mij geven. Dat mensen zien dat het niet goed gaat met mij qua. Maar dat die P beheerst me echt. Ik ben heel blij hoeveel mensen op reageren. Ik zie me. Maar dat ook even zeggen. Het is een lange vlog, ik heb een beetje het oude in deze vlog. Ik zit prima in mijn vel. Ik heb een prima dag gehad. Ik ben klaar met de was. Het is 7 half 10. Even afwachten morgen mijn werk of telefoon te krijgen van dat ik niet hoef te komen. Moet ik even afwachten. Ik ga over een klein uurtje gaan slapen. Ik heb het nodig, want ik ben best moe. Ik heb een half uurtje al gaan slapen, ben heel moe. Die porno beheerst echt mijn leven, dat is gewoon niet leuk meer. Zodra ik verveel ga ik het kijken, dan moet ik gewoon mee ophouden. Ik heb net al gezegd, Skype met Hessel Albers, dat is gezellig, wat oude klasgenoot. Lekker gehoord, hij gaat mij helpen met YouTube. Hij was een beetje ziek vorige week, dus ik kon hem niet helpen. Hele leuke dag gehad. Ik ga het laat maken. Followen, dat heb ik kerst. Dat is mijn schaduw. Het lijkt echt heel erg op mijn vader en zo. Wat vind je een baardje? Kan het zo of is het echt te erg? Dan netjes. Dus. Vond je deze video leuk? Doe een duimpje. Vond je video niks aan? Dan is het jammer. Vond je dat ik te veel dat ik te lang klets? Ik heb wel fouten gedaan, ik heb hardcore zitten luisteren. Ik heb hardcore gedownload, Korsakoff, lang niet gedaan. En qua emoties ben ik dat helemaal kwijtgeraakt, maar dat was niet goed. Kun je dat meegeven? Hoe je voelt, wat het beest in je is, of wat dan ook. Blijf gewoon relaxed, doe gewoon je ding. Trek niks aan van anderen. Er zijn maar één, er zijn anderen genoeg. Je moet lekker jezelf blijven. Ik ga geen tv meer kijken vanavond, ik ben hartstikke moe. Ik heb tijd slapen. Ik ga vijf voetbal en dieren. Hartstikke leuk bij voetbal. Ik bedoel dagen.
Mensen vragen wel eens aan mij, hoe hou je het vol zo lang, zoveel vloggen, zoveel beatboxen en zo, en toen met werk, sport en alles, hoe hou je het allemaal vol, word je niet een keer moe? Ik denk dat ik tijdens de kans even een break ga nemen. Heb geen beatboxen, heb geen YouTube, heb geen sport. Gewoon echt even tot rust komen. Heel veel schrijven, dagboek, veel tijd nemen van God, ga ik zeker doen. En vertel wat me dwars zit. Ik hoop serieus, voor het nieuwjaar ik niet ben jongens. Ik wil over die schrijfboek af. Ik ben er zo klaar mee. Ik vind het zo lastig dit. Het beste in mijn leven. Ik ben al 3 jaar verslaafd. Het is echt zo jongens. Sinds dat ik hier woon heb ik alleen maar gekeken. Ik heb er spijt van. Het is nu echt klaar. Dus bij deze video. Ik ga echt bidden met moed en kracht dat ik het volhoud. Altijd niet mee. Je ziet ook allemaal dat ik heel moe ben. Weet je, ik wil best duidelijker praten. Ik wil best om binnen op Facebook en Instagram zetten. Maar dan moet ik iets in mijn dagboek schrijven, iets meer. Dat ga ik ook doen. Ik ga zo meteen mijn dagboek schrijven. Later vanavond nog een goede staat zo doen en zo. Ja, ik doe echt geen. Ik ga nu even kijken hoeveel staat ik heb vandaag. Meevalt. Komt hij hè vandaag? 1. Twee. Drie. Drie, maar? Oh, we vallen mee. Ik was gewoon zo moe gisteravond dat ik geen stage meer op heb gezet. Ik wil je meegeven hoe je ook voelt en hoe verslaafd ik ben aan roken of drinken of wat dan ook. Je kunt clean worden door God aanbidden en te vragen of hij wil helpen om rustig te worden in jezelf. Het beest hier los te laten. Ik ga clean worden. Ik ga God om hulp en moed en kracht bidden. Ik ga mensen vragen voor me te bidden dat ik het los kan laten. Ik wil gewoon echt gewoon lekker mezelf zijn. Lekker kunnen slapen s'nachts. Goede nachten maken. Gewoon top week hebben. Ik word echt zat. We hebben nog 1,5 week te gaan voor het nieuwe jaar begint. 2, 3 weken denk ik. 2, 3 weken. Ik hoop echt dat die porno overal kan ophouden. Lange video, gewoon het kan en ik dit even kwijt hou. En dit is niet echt een vlog, dit is een praatvideo, gewoon het moeilijk is. Ik heb verleden tijd op school echt hele problemen gehad. Ik doe de laatste tijd heel veel op school, dat komt omdat ik dan moet verwerken. Dat is heel bizar, ik heb op school een keer mijn kind met een raam meegeslagen. Ik heb mijn raam doorgestapt en alles. Het is heel erg wat ik kan meegemaakt op school, ik heb een hele rot jeugd gehad. Thuis ging het ook niet altijd goed. Ik ben heel dankbaar dat ik nou goed terecht ben gekomen. Het goed zo goed gaat met mij. Zo gaaf. Ik zie het wel vol. Ik zie allemaal ook gaaf hoe goed het gaat. Hoe ziek heb ik alles. Meegeven. Blijf jezelf, heb vertrouwen in jezelf, de rustig aan het kalm aan en blijf gewoon relaxed. Blijf gewoon je ding doen, wees positief, trek niks aan van anderen en doe vooral gewoon lekker waar je zin in hebt. Je werk, je woon, alles. Ik wens je een hele fijne avond en spreek elkaar snel. Ciao.